Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Ik ben helemaal alleen in een huisje, in een tiny house. Omdat ik hier ben gevraagd om hier te komen overnachten. En ik alleen moest komen omdat Sam ook morgen iets met zijn auto's heeft en zo. Dus ja. Ik ben hier alleen, want het is hier super gezellig. Het ziet er kei tof uit. En ik ga jullie even een rondleiding geven. Oké, ik heb de pelletkachel al aangedaan. Gelukkig was dat niet moeilijk. En dan is dit het huisje. Hier hebben we een zetel. We hebben twee stoeltjes. Een keukentje. Hier. Dan me, myself and I. Hier hebben we een zitding. En hier is de badkamer met toilet en nog wel een vrij grote douche eigenlijk voor zo'n klein huisje. En dan, daar zijn mensen buiten, die zijn naar een huisje aan het kijken denk ik. Ziet er zo uit. En dan hebben we nog boven de verdieping, die zal ik ook laten zien. Tadaa! Oké, ziet er zo uit. Kijk, cozy, daar zitten handdoeken in. En dan is er zo'n sterrenluifel. Het ziet er kei tof uit. Ik weet nog niet precies wat ik allemaal ga doen. Maar ik weet wel dat er een yoga-sessie is strak. En een kampvuur. Dus die dingen. En voor de rest. Chillen. Chillen met de billen. Het is wel ondertussen al 2 uur. Dus het is al middag. Ik ga misschien iets eten. Ik heb wel eten bij en dan ga ik in de microgolf zetten. Maar we konden ook bestellen van de receptie. Dus ik ga nog zien wat ik ga doen. Maar het is alleszins wel heel mooi. Het is ondertussen 6:30. Ik ben gaan wandelen. We gingen wandelen zoals je kan zien. En ik heb me nu gedoucht. Ik heb mijn jogging aan. En we zijn eigenlijk gewoon vrij. Dus ik heb sushi besteld, want dat ging. En dan denk ik dat ik heb mijn laptop bij. Ik ga die proberen aan te sluiten op de tv. Op mijn haard is ook aan. En dan denk ik dat ik een film of zo ga kijken. Super gezellig. Ik vind het wel eens fijn zo alleen weg zijn. Alleen er zijn nog mensen, vooral Nederlandse bloggers. Dus, maar die zitten in andere huisjes daar. Ik weet niet of jullie het zien. In een van die huisjes zitten die. Dus ja, maar het is hier wel heel gezellig. Cozy, cozy, cozy. Oké, we zijn nu aangekomen in een wellnessresort wat hier vlakbij ligt. En we mogen gebruik maken van dit. En met we bedoel ik trouwens, er zat trouwens een man bloot. Ja. Maar met we bedoel ik dus ik en twee andere Nederlandse bloggers. Hier hebben we een koelbad. Ik heb mijn kleren nog aan, maar we hebben net een glaasje kava gekregen. En dit mogen we gebruiken. En dan krijgen we alle drie nog massages. Dus dat is wel super fijn. En dan zit het weekend erop. Ik ben ondertussen terug thuis. Het is al de volgende dag. Ik was gisteren, ik denk, rond 6 of zo thuis. Ik weet niet meer juist. Maar het was een heel fijn weekend.
heel speciaal in zo'n tiny house. Maar dat was wel heel tof. Mochten jullie ook graag eens naar deze tiny houses willen gaan, ik zal hieronder in de beschrijving de link zetten van waar dat ik ben geweest. En ik heb goed kunnen ontspannen, relaxen. Dus dat was wel heel fijn. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog, dus zeker thumbs up. En ik zie jullie morgen!